Hoe kijk je naar de confrontatie tegen PSV? Wij hebben hier thuis natuurlijk gewonnen van PSV. Ik denk dat in Eindhoven nog wel meespeelt. Voor ons is het natuurlijk een bevestiging dat we weten dat we kunnen winnen van PSV. Ik denk dat we dat gevoel mee moeten nemen naar Eindhoven. Dat we gewoon daar ons ding moeten doen en ons niet moeten laten afleiden door een groot stadion of topclub of kampioensploeg of wat dan ook. Wij kunnen gewoon heel goed voetballen, wij kunnen het iedereen moeilijk maken en dat moeten we ook bij PSV gewoon weer gaan doen en dan maken we een kans. Ja, ik denk dat we nu 2 weken achter elkaar tegen de 2 beste ploegen van Nederland voor het moment spelen en dan weet je dat het zwaar wordt. Laat ons hopen dat we geleerd hebben van die thuiswedstrijd tegen AZ en dat we iets kunnen meenemen naar PSV. Ook van de wedstrijd in Ajax, dat we daar iets van meenemen dat het toch op een heel goede als ploeg zijnde manier kan. Daar moeten we het goede van onthouden. Ik denk wel dat wij een ploeg hebben die met het gevoel daar naartoe gaat van hey, we hebben eerder van ze gewonnen, dus het kan. Het is mogelijk, we moeten er wel keihard voor werken. Met elkaar alles doen. Als je eerlijk bent, heeft PSV een betere ploeg dan wij hebben. Maar misschien zijn wij wel het betere team komend weekend. Daar moeten we alles aan doen. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt. Ja, ik hoop het ook. Maar een zakelijke 0-0 zoals bij Ajax behoort ook tot de mogelijkheden natuurlijk. Wat voor de neutrale toeschouwer minder mooi is. Maar wat voor ons ook eventueel prima kan zijn. Ik wens jou enorm veel succes komend weekend in die toch ongetwijfeld moeilijke uitwedstrijd tegen PSV. Nou ja, dat zijn vooral mooie wedstrijden vind ik. En het is mooi om daar te spelen en daar moet je ook van genieten als voetballer denk ik. Als je een goed gevoel daar naartoe gaat en dan heb je meer kans om te winnen dan dat je daar met een zwaarmoedig hoofd naartoe gaat. Hey, succes.